Zo. Echt? Ja. Ga niet iedere keer op. Ik hoorde het. Mm-mm. Ik hoorde een mm. Serieus. Ik hoorde echt een mm. Duidelijk staan. Begint dat goed. En mijn dingen gaat ook, proximeter gaat ook al af. We zijn nog nauwelijks binnen. Dat is. Oh, de boilerruimte. Ligt dat aan mij of is die vloer nog scheef? Waarom gaat mijn dingen ze nu niet uit? Wat jouw licht zorgde voor dat mijn kabeltje niet tevoorschijn kwam. Ik wist dat. Iemand hier aanwezig? Ik denk dat het hier vooral vertoefd is. Oké, wie heeft hier gedurfd? Eens kijken of we boven door kunnen breken, dat is wel nog of zo. Door kunnen breken is bijna letterlijk. Hoor je wat? Hoor je wat? Zo. Goed stoppen. Nou, gaan we kijken boven? Ja, kom maar. Okay. Waar is naar boven? Daar. Oké, okay. Zal ik voorgaan? Kusje. Moet ook, hè. Oei. Ik denk dat boven niks gaat worden, heb ik het idee. Een andere kamer. Welke kamer dan? Oké. Dat was heel erg. Welke kamer dan? Kun je geluid maken waar je wil dat we naartoe gaan? Blijven gaan. Oké, okay, dan gaan we. Dan blijven we gewoon hier door. Het is de eerste keer dat de ghost reageert. Nou prima, waar gaan we heen? Zeg het maar. Dit zal een van de weinige keren zijn dat we naar je luisteren. Dus je kunt beter duidelijk maken waar we moeten naartoe moeten. Moeten we naar boven? Wil je dat we naar boven gaan? Oh, het is de kraag is heel goed naar beneden aan het komen. We gingen naar boven, hier hè. Hier is de zon. Voelt hier wel heel anders dan normaal. Daar eens gaan kijken. Je lijkt de vuur nog redelijk in orde. Lijkt de vloer redelijk in orde. Oh ja.
Eens kijken of we daar komen. Oei. Moet je eventjes hier niet de vloer gebruiken, dat stukje. Ben je hier misschien? Zeker. Zeker. Hang je hier graag uit? Is dit jouw plekje? We nemen een stukje op. En dan... Ja, je noemt niks vertellen. En waarom ga je ons niks vertellen? Wees stil. Ben jij die bonken onder? Je kunt nu gewoon zeggen wie je bent en wat er is. Waarom je hier nog bent. En of je überhaupt hulp nodig hebt. Oké. Wat een voorstel. Dat was, ja. Wij doen je niks. Anders mag je ook gewoon iets omgooien, iets kloppen, ergens op kloppen of ons duwen of in mijn nek hijgen, weet ik veel wat je leuk vindt om te doen. Trek me aan mijn haren of zo. Ja, trek haar maar aan haar haar. Ja, trek me maar aan haar haren. Dat vind ik een goeie. Dus je kunt wel dreigen en je kunt van alles zeggen en zo wat allemaal, maar als het daadwerkelijk gaat om meewerken, gaat dat niet. Meewerken gaat niet. Ben je weg? Ah ja, dat kun je niet antwoorden als je weg bent. Dat hadden we de vorige keer. Nou, als je geen zin hebt om te spelen, dan blijf je hier maar weer in je eentje. Dan gaan wij naar beneden, want beneden kregen wij veel betere antwoorden en duidelijk. Een lange tijd geleden. Je bent in een verlaten gebouw. Een gebouw wat binnenkort van alle rotheid uiteenvalt. Dus als je wil dat jouw verhaal nog gehoord wordt, als je wil dat jouw verhaal nog verteld wordt, dan is het verstandig om ons dat nu te doen. Ik kan hem wel laten afgeven. Ja, dat is niet eerlijk. Bij jou is dat makkelijk. Jij? Is het weer mis met je camera? Nee. Ik had hem uitgezet. Ik had hem tussen mijn benen ingeduwd. Oeh. Hij was... Ik kan hem filmen, maar ik wist niet waarom. Ik wist nu waarom. Jezus, dat is moeilijk. Ja, schijnbaar. Nou. Gek.
dankjewel. Ja, je bent gek. Nou, dat was ik eigenlijk niet echt van plan. Ja, even over een balkje. Ja, die kamer is echt weg. Gewoon naar die ene plek gaan? Ja. Spooky. Oeh. Jezus. Schok je? Ja. Het was mij, Maurice. Je ligt nog iemand te slapen, denk ik. Ik ben gewoon aan het oefenen. Voor? Om spook te zijn, ja. Ja, om spook te zijn. Ik kan ook even een bad. En ik heb hier ergens neergezet. Even kijken, een emmertje. Een emmertje. Zo. Ziekenhuis. Ja, dat is een ziekenhuis. Ja, klopt. Dat is een ziekenhuis geweest, ja. Dus, heb jij hier gelegen toen het een ziekenhuis was? Ik dacht dat er een schaduw in de gang zou staan, joh. Helemaal zwart. In die gang. Ja. Is het je eigen schaduw? Nee. Dat is niks van schaduw wat een schaduw geeft. Zelfde vorm is daar niet meer te zien nu. Er stond gewoon echt gewoon een volle figuur stond er iemand. Dankjewel. Nou, laten ze nu allebei afgaan. Kun je dat eens volledig? Kun je ze allebei helemaal verder? Verder. Helemaal. Door het rode, allebei. Luister niet naar jou. Ken jij ons nog van de vorige keer? We zijn hier al eens een tijdje geleden geweest.
Toen hebben we ook allemaal van die proefjes gedaan. En toen hebben we je nog wat vragen gesteld en toen vertelde je wat dingen over jezelf. En dat vertelde je via mijn telefoon. Dat ging toen over een schipper of over een schip. En over een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Ben jij die soldaat uit de Eerste Wereldoorlog? Kun je die anderen ook mee te samen af laten gaan? Kun je ze allebei af laten gaan? Dankjewel. Kun je nu die rode daar af laten gaan? Met dat rode lampje? Dan hoef je maar in de buurt te komen, hoef je maar je hand naar uit te steken. Kun je dat eens voor ons doen? Met dat rode lampje? Die. Met dat chique mooie rode lampje met die antenne. Nee. Die met die antenne. Luisteren. Hij is aan het luisteren wat je hem aan het vertellen bent. Maar hij staat ook luisteren nee, de hele tijd, Rob. Ik kreeg echt waar, ik laat het je zo in de woordenlijst zien, ik kreeg echt waar luisteren door. En niet wat er normaal staat. Oké, okay, ja, nee, dat dat normaal ook nee, staat. Nee, echt niet. Ik maak je niks wijs. Het was je ons hints aan het geven waar we naartoe moesten. En het stond er ook iemand hier in de gang. Wie was dat? Ik weet dat ik bij mijn buurt ben, dat zie ik. En mijn metertje op de telefoon. Maar daar heb ik niks aan. Op het water. Ja, Maurice is er ook nog. Nou, we gaan eens even kijken. Dat lampje nog. Ja. Oké. Okay. What the fuck is dat? Zo van, vergeet mij niet, vergeet mij niet, vergeet mij niet. We vergeten jou niet, hoor, Rampot. Die even meepakken. Of wil je dat we in deze kamer komen? Nou, we gaan eerst even daarachter kijken. En dan laten we de Rampot hier staan. En dan komen we wel terug. Is dat een idee? Goed. We gaan eerst naar achter kijken. What the fuck was dat? Kijk hoe die afgaat, joh. Wie was dat? Wat is er eigenlijk omgevallen? Dat ding stond net rechtop, of niet? Keel. Keel. Oh, ik heb een hartslag, man. Jesus. Volgens mij was dat ding, of niet? Ik weet het niet. Je hebt ook een strampelhoek. Ja. Was jij dat? Niet. Wie was het dan? Was ik dat? Deed Bianca dat? Was ik dat? Nee, hè? Dus dan was jij dat.
Wil je per se dat we hier komen kijken? Oh, schrok me toch wezenloos. Ja, ben ondertussen allebei je contactlensen kwijt. Ja, maar ondertussen moet ik de contactlensen kwijt en dan hartstikke. En volgens mij was dat dat ding, dat stond toch eerst rechtop. Die zooi of niet? Volgens mij wel, ja. Shit, dat was dezelfde keer als de vorige keer, hè? Ja. En maar uit. C'est quoi? Wat heb je gedaan? Niks. Er staat hier een... Er gaat in een bibliotheekkast in de buurt. Wat was? Er viel wat. Wow. Er werd wat afgegooid of zo. Ja, je kwam. Je sais pas, ici ou maar hier of Amerikaan. De vorige keer maakte hij ook al zo'n lawaai hier, hè? Stop dat eens weer. Dankjewel. Wil je per se dat we hier komen? Stop maar. Loslaten. Ga weer er van weg. Dank je. Wil je ons iets vertellen? Of wil je ons bang maken? Wat wil je dan? Je laat keihard iets vallen? Of je maakt een lawaai? Of je doet in ieder geval eindelijk eens iets? We zorgen ons een hartverzakking en dan dat is het. Ja. Ja. Vond je dat leuk? Praat met me. Ja, we zijn toch met je aan het praten? We zijn toch tegen je aan het praten? Moet ik... jij nog met ons? Moet ik de rampotje of de... Waarom hoog mijn... bovenste telefoon? De telefoon hoog. Nee, nee. Die ging toek. Zullen we ons wat meer apparaatjes hier neerleggen? Vind je dat leuk? Ik heb hier staan. Leggen we hier nog een apparaatje bij? Kijk of je die leuk vindt. Nou, jij wilt praten. Ik ga je wat vragen stellen. En ik vraag dat via deze recorder. En dan kun je al het best doen om iets te roepen. En met een beetje geluk horen we dat dan. Dan zie ik het. Kijken. Die heb je ook gevonden, ja. Zei jou nog wat? Nee, mij nog niet. Ik hoorde iets. Klonk iets oké? Nee, ik zei niks. Mijn telefoon zei niks. 23. 23, net was het 22 bij op een teller. Is dat al hoeveel man je hebt laten schrikken hier? Onzichtbaar. Ja, jij bent onzichtbaar, dat weet ik. Dat hebben we net ook al geconstateerd. Jij bent onzichtbaar. Kun jij zichtbaar worden op een of andere manier voor ons? Nou, niet door die lampjes. Die lampjes die kennen we wel. Dank je. Kun je zichtbaar worden voor ons? Kun je nog een keer zo'n lawaai maken? Stop, 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 anders zet ik hem uit. Stop ermee, anders zet ik hem uit. Kun je nog eens ergens zo'n lawaai maken? Toen hoorde je het? Ja. Was jij dat? Niet. Wie was dat dan? Is er nog iemand anders hier? Ben je alleen hier?
Ja, ik vroeg of hij die geluiden maakte en toen ging de K2-meter die piepte. Dat was gewoon naast mij. Er viel iets, of niet? Een steentje of zo? Er viel iets naast mij. Ik sta hier stil. Ik sta gewoon echt stil. Er viel iets naast mij. En ik hoor weer oplopen. Als ik de kamer hier eens neerzet. Ja, dat geluk heb ik ook in. Nou, ik moet zeggen, in totaal... ik merk wel dat er dingen anders zijn dan normaal. Ja, zeker. Alleen al het gevoel was heel anders. En dat ding wat neergegroeid werd, dat... Oké, dat is de eerste keer. Een hartverzakking rijker, de eerste keer. Eindelijk is een spookhuis die het waard is om eens van te schrikken. Ja. Dus, nou ja, uiteindelijk blijkt dus dat... Laat. Ja, laat. Ja, dit is al laat. Dit is al laat. Uiteindelijk blijkt dus dat de activiteiten wel degelijk lijken aange te worden. Lijken te zijn toegenomen. Zeker de moeite waard om nog een keer terug te gaan. Ja. Gaan we ook zeker een keer doen. Als we iets meer tijd hebben. We hadden vandaag niet zo heel veel tijd. Want we zijn eigenlijk gewoon als een stel idioten. Hals over kop vertrokken. Als een stel idioten vertrokken om, om eens te gaan kijken of het zo is. En het blijkt toch tenminste naar ons gevoel wel degelijk dat het wel degelijk tandje erger is. Toch eens ons materiaal bekijken en zien we dat wel of we nog terugkomen. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken en blijf ons volgen voor het volgende filmpje van Agnes Dij. En voor andere filmpjes die uitkomen. Ja. Hoi. Doei.